het afscheid, het laten gaan. Ja. Tijdens een vergadering van de vijf grote is unaniem besloten tot een ingrijpende verandering in de wetgeving. Van de internationale betrekkingen die van toepassing is op de landen. Het besluit dat genomen werd op 23 februari jongstleden om een herindeling van alle VN-lidstaten, de landen die financieel niet stabiel zijn, waaronder Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje, hebben wel een stem, maar geen stemrecht. Eén punt. Eén munt. Er zal een gemeenschappelijke munteenheid gehanteerd worden. In alle landen, hiermee zullen uitzonderingsposities van Engeland, Zwitserland, beëindigd worden. Twee. Een gemeenschappelijke regering. Volgens deze wet zullen alle bestaande regeringen worden samengevoegd tot een kapitalistische regering. Binnen deze regeringen zullen alle beslissingen genomen worden door de kern van de vijf. En die zijn gemachtigd om alle wetten te maken en toe te passen in het voordeel van het welzijn van alle landen. 3. Eén Unie. Ieder land dat een deelnemer wil zijn van deze Verenigde Naties moet ervoor zorgen dat er een gezonde, stabiele financiële systeem heeft. En ten goede komt aan andere landen die deel uitmaken van de Unie. Daarom zullen alle financiële operaties plaatsvinden onder het toezicht van de VN-leden. 4. Zoals duidelijk wordt uit de laatste vergadering van de VN-kern, is overeengekomen om over te gaan tot een gemeenschappelijke taal. Voor alle landen, alle lidstaten, zijn verplicht om deze taal voor zowel intern als extern communicatie te gebruiken. 5. Eén geloof. In de geloofssfeer zou ik maar zeggen, in de religieuze traditie, dat bedoel ik dus, hè, worden duizenden religies vandaag aan de dag bestaan, die worden allemaal verenigd. Zodat we dus niet duizenden één ding hebben, doet de tekst dus, hè, ja? Oké? Nou, dus wij die voegen we allemaal samen, dan creëren we weer een enkele gemeenschappelijke religie. Waarin normen, waarden en gewoonten van deze afzonderlijke religie in terug zal komen. Dit zal talrijke oorlogen en sociale conflicten die dagelijks over de hele wereld ontstaan kunnen voorkomen. Elke vorm van reclame die de stad op specifieke wijze naar buiten wil brengen, is verboden. En alle boeken, kranten, websites zullen met deze nieuwe wet verboden worden. En er zal dus in deze nieuwe wet totaal niet toegestaan worden. Goed begrepen? Ja. Kan het.
natuurlijk een betere zwarte stift kunnen gebruiken. Maar goed. Die krant is ook zwaar tegenwoordig. En de spreker wordt vanaf nu verboden om zijn taal te spreken. Deze gemeenschappelijke taal die we nu gaan handhaven, die wordt dus alleen maar gesproken. Mocht men een andere taal spreken als spreker, dan kunt men gearresteerd worden en in de gevangenis gestopt worden. Zo, dus ik zal deze respecteren en ik zal zeggen, deze spreker houdt nu vanaf nu zijn mond, omdat hij strafbaar is in het vervolg in deze nieuwe wet. En ik zal nog één ding zeggen, zoals mijn goede vriend en revolutionist Unai de Kecho, die zei, Breda, geef nooit op. Thank you.